Het is momenteel een hele spannende tijd bij Avanti. We zitten namelijk in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Nou, dat wil zeggen heel veel gespannen kinderen op het veld, trainers en volwassenen langs het veld met notitieblokjes. En wij spraken twee van hen, van de technische commissie, om te vragen hoe het nou allemaal in zijn werk gaat. De voorbereidingstraining is eigenlijk het idee van we gooien een hoop kinderen op een veld. En dan gaan een paar trainers kijken wie de beste zijn en wie in welk team moeten komen. Ja, dat is zo klinkt het misschien of zo lijkt het misschien, maar dat is niet helemaal waar. We hebben natuurlijk uitgebreide gesprekken met de trainers. Hè, daar weet jij zelf ook alles van. Dus, en op grond van evaluatiegesprekken met de trainers. En we hebben ook een mooie doorkijk waarin we dus kinderen zien die blijven en kinderen die doorkomen. En dan gaan we groepen samenstellen inderdaad. En dat is toch veel op de informatie die we krijgen van de coaches. En dan zo komen de groepen tot stand. Ja, en wanneer begint die voorbereiding voor jullie dan? Ja, eigenlijk al aan het begin van het seizoen, om het zo maar even te zeggen. Het begint eigenlijk nu al voor volgend seizoen ook. Ja, we zijn nu nog niet helemaal klaar. Maar zodra we gaan beginnen met de competitie en de trainingen voor het komend seizoen, dan ga je ook weer beginnen met kijken naar het komend seizoen. Niet dat we dan meteen al alles op papier zetten. Maar zo heb je wel een jaar lang een beeld over alle kinderen. Ja, nou hebben we ongeveer 50 teams, denk ik. Heb je dan ook 50 trainers die in de rij staan om een teampje te gaan doen? Als we dat zulke blikken hadden, dat zou echt super fijn zijn om zoveel trainers te hebben. We hebben eigenlijk ook best wel heel veel trainers en ook wel constante trainers. Dus trainers die echt wel bijna ieder jaar een lange periode een team doen. Maar het is altijd wel even puzzelen. Ja, hoe wordt dan bepaald wie welk team doet? Een trainer heeft altijd wel zo'n voorkeur. Je kijkt ook wel een beetje wat past bij de trainer. Als jij niet met dat gekrioel van de welpjes en de F'jes om kan gaan, dan is het niet zo heel erg strak plan als ik jou op de F1 ga zetten. Nee, maar het klinkt eigenlijk alsof heel erg gekeken wordt van joh, wat vind je leuk? Wordt er ook nog gekeken van wie is nou een betere trainer dan iemand anders? En wie moet er worden om een selectieteam? Ook wel, absoluut. Je kijkt natuurlijk naar trainers, hoeveel ervaring ze hebben en ik doe de A, dus je zoekt bij de A natuurlijk altijd een wat oudere trainer. En zeker voor de A-selectie wil je trainers die ook op de zaterdag beschikbaar zijn. Dus dan zoek ik eigenlijk een trainer die zelf niet meer speelt. En je zoekt natuurlijk een trainer die toch ook wel een aardige achtergrond qua korfbal heeft. Dus ja, dat groepje wordt steeds kleiner die je daarvoor kan vragen. En wat we nu ook sinds een paar jaar doen is de selectieleden erbij betrekken. Ja, die spelen wel op zaterdag, maar kunnen in ieder geval trainen geven. Dus we hebben een mooie mix met een wat oudere trainer met een dijk van ervaring en dan een jonge selectiespeler. En die kan dan mooi de oefenstof die hij weer krijgt van de senioren trainer doorgeven. En dan in onze ogen een ideale mix van oud en jong. En de jong leert ook weer van oud. Kijk natuurlijk naar wat voor type spelers of trainers het zijn. Je moet wel stevig in je schoenen staan. Wil je natuurlijk al wat oudere kinderen trainen geven. En soms moet je ook ouders te woord staan. Dus dan moet je ook soms wel stevig in je schoenen staan. Maar goed, daar kunnen wij ook bij helpen hoor. Ja, het is leuk dat je erover begint, want je hebt natuurlijk te maken met 80% van de ouders vindt hun eigen kind eigenlijk wel het beste. Wie maakt uiteindelijk de keuze welk kind in welk team komt? Is dat de trainer? Zijn jullie dat? Ja, ik denk dat het een combinatie is van alles bij elkaar. Van wat je weet van de kinderen, wat je ziet in de kinderen, hoe het kind zich ontwikkelt. En wat in het team past, nodig is. Ja, en hoe ga je dan om met ouders die het er niet mee eens zijn met de beslissing? Ja, dan gaan we ermee in gesprek. Ja, en dan moeten we uiteindelijk tot een mooi einde komen. Ja. Meestal lukt dat ook wel. Hey, en dan zijn uiteindelijk de teams gemaakt. Kijken jullie nog bijvoorbeeld talent, hè? Als je nou echt grote talenten in een team hebt, wordt daar anders mee omgegaan dan gewoon de gemiddelde de speler? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Kijk, we zien natuurlijk wel grote talenten, maar het is niet zo dat ze nou meer aandacht krijgen of op een andere manier behandeld worden. Ja, soms zou dat niet moeten, denk je? Stel, er gaan 6 kinderen van 1 team door en 1 van die kinderen is wel heel erg goed. Die moet eigenlijk bij de wat oudere kinderen. Daar past hij goed bij. Mm-hmm. Kies je er dan voor om bij zijn vriendjes te houden of kies je ervoor voor talent eigenlijk dan? Dat laatste. Dat hebben we toevallig nu gedaan. We hebben iemand vanuit de B1 doorgeschoven naar de A1. Dat was niet alleen omdat het nou een groot talent was. Er speelden meer dingen mee. Je kijkt, in dit geval hadden we 11 dames voor 2 teams in de B. Nou, dan is het doodzonde als je er 1 moet laten afvallen. Dus wat dat betreft kijk je ook van, we hebben nu de mogelijkheid om zo'n dame door te doen. Waarvan wij denken dat hij het ook het niveau goed aan kan. Dus maak je zo'n beslissing. Maar dat doe je niet zomaar. Hè? Dus daar gaan heel veel gesprekken aan vooraf.
Je spreekt met de trainers van de B, je spreekt met de trainers van de A. En uiteindelijk heb je ook een lang gesprek met de ouders en het kind zelf. En als, ja, uiteindelijk is het wel, als het kind niet wil, dan gebeurt het ook gewoon niet. Nee. Ja, het is... Zijn dit lastige beslissingen? Ja, tuurlijk. Maar ja, je moet ze maken en je maakt ze. En het is altijd wel weer leuk als het leuk uitpakt en goed uitpakt. Ja. Ja, en we blijven praten. En dan kan ik me voorstellen, ik heb bijvoorbeeld een jong broertje, die zit ook op korfbal, die komt bij mij in het team. Dan is het voor mij best verleidelijk om hem sowieso in dat team te gaan zetten. Ja. Hoe voorkom je nou dat dit gebeurt? Nou, ik denk dat we wel voorkomen dat een broer een broertje trainer heeft. Dat is eigenlijk nou dan. Maar goed, dan nog kan je als trainer je voorkeur hebben, dat klopt. Maar goed, wij als TC stel je natuurlijk wel een groep samen waarvan je weet van nou, als je uit die groep kiest, is het in orde, weet je wel. Dus dat zijn dan kinderen die elkaar niet veel ontlopen. Je hebt natuurlijk wel al aan de voorkant een bepaald beeld van hoe een team eruit gaat zien. Ik bedoel, ik ga nu, ik doe de A1, A2, A3. Grote lijnen weet ik wel hoe de A1, A2, A3 eruit gaat zien. Als die trainers dadelijk opeens hele andere keuzes gaan maken, dan ga je er uiteraard weer met elkaar over in gesprek. Van, Grijp je ook echt in als je echt nou, wie je er nou in gaat zetten? Nee, ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb nog nooit een meegemaakt, gelukkig. Dus blijkbaar zitten we dan toch wel aardig op één lijn. Ja, ik denk dat je hier wel even moet nadenken op het moment dat dat niet zo is. Want wie ziet dan dingen niet goed? Kijk, wij zien de kinderen al een aantal jaren. Je hebt geregeld contact met de trainers. Dus wat dat betreft denk je dat je een aardig beeld hebt van kinderen. Als dan een nieuwe trainer op zo'n groep komt en die ziet ze drie weken trainen. Ja, dan kan je natuurlijk in 3 weken tijd een beeld krijgen die misschien toch niet helemaal is zoals wij een kind al 2 jaar lang kennen, bij wijze van spreken. Dus daar ga je dan wel over in gesprek. Je laat trainers ook in gesprek gaan met de trainers van het jaar ervoor. Ja. Want die kunnen ook elkaar veel vertellen en krijgen trainers een goed beeld. Ja, en ik denk dat de belangrijkste regel altijd is, familie post even een streepje voor. Denk jij dat? Ja, nee? Nee, ik ben benieuwd. Nee, dat denk ik niet. Ik geloof dat Avanti niet zo... Bij mij hebben ze een streepje voor, sowieso. Maar dat mag al. Dat okay. Vind ik helemaal prima. Nee, ik heb de indruk dat wij niet de vereniging zijn dat als jij de zoon of dochter van bent, dat je dan een streepje voor hebt. Ik denk dat eerder een streepje tegen is soms. Ja, bewijs je maar eerst eens even. Ja, precies. Laat maar zien wat je kan. Ja. Top. We'll be right back.